Daily Minutes nummer 1517 met een uitzending voor vandaag 8 januari 2019. Dit is het bulletin van dinsdag. Vandaag een korte uitzending met enkele berichten. Ik heb als data 2 SSTV plaatjes en 2 plaatjes in DRM. Het is nog een beetje dunnetjes met de inmelders naar de Daily Minutes op PI3XTV, maar ik ben er in elk geval na de uitzending. En degene die er zijn, in elk geval hartelijk dank daarvoor. Bepaald niet voor de amateurmarkt, maar ICOM komt binnenkort met een portofoon die werkt via het Iridium-netwerk. Iridium is een wereldwijd dekkend satelliettelefoonnetwerk dat met dezelfde vocoder werkt als D-Star. De vocoder is eigenlijk voor Iridium ontwikkeld. De portofoons die werken met push-to-talk. ICOM meldt hierover: de satelliet PTT-radio is een professioneel radiocommunicatiesysteem dat gebruik maakt van het Iridium satellietnetwerk. Dit systeem biedt real-time en wereldwijde communicatie met slechts één druk op de knop. De satellieten zorgen voor stabiele communicatie op zeer grote afstanden. Zoals bij de allergrootste rampen op aarde blijft die communicatie mogelijk. Volgens ICOM-CEO Masataki Harima heeft ICOM verschillende soorten communicatiesystemen ontwikkeld voor in de lucht, op het land en voor maritiem. Eén oplossing die voor al die situaties geschikt is via de satelliet beschouwt ICOM als een belangrijke aanvulling op het productpakket. ICOM brengt de portofoons in samenwerkingsverband met Iridium. Creëren van deze dienst was volgens ICOM een flinke uitdaging. Er is van de nieuwe portofoon, de IC-SAT 100, nog geen prijs bekend en hij is momenteel nog niet te koop. Dumpshop Militaria voor You.com verkoopt tegenwoordig ook tweedehands amateurapparatuur. Zo staan er op de site bijvoorbeeld een FT221 van Jesu, een SK2699R van Sommerkamp en een Jesu 720R. De site is sowieso leuk om rond te snuffelen, al is het vanwege alle DDR-uniformen en ander materiaal uit het voormalig Oostblok die ze hebben. De site is www.militaria en dan het cijfer 4 en dan you.com. Yankee Oscar Uniform. Dus www.militaria, cijfer 4 en dan yankeeoscaruniform.com. Vanavond is trouwens weer de D-Star ronde. Op de meeste D-Star repeaters en op pd4fmj.nl. Is inderdaad een beetje een korte uitzending. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl.
Na de uitzending ben ik weer QFV voor aanroepen op PI3XTV. En microfoon naar retour.